Ik was vorige week nog volop in de winkel en was alles nog in alle staat. En ik kom echt binnen dat ik denk van, is hier aan de hand? Het gaat hard bij de laatste uitverkoop in de Intratuin in Voorschoten. Alles moet op, want na 99 jaar sluit de winkel op 1 maart definitief haar deuren. Nou, het is gewoon druk. Het is drukker als wij verwacht hadden. Dus ik word regelmatig gebeld door de dames van de kassa. Joh, kan je even bijspringen? Kan je even helpen? Mannetje erbij. Dus het is heel leuk om al, maar zeker ook al onze vaste gasten nog een keer terug te zien. Heel jammer dat we weggaan, maar wij zijn ook als team heel blij dat we in Lisse een nieuwe doorstart kunnen maken. Want de eigenaar begint een nieuwe Intratuin in Lisse. En het voltallige personeel gaat mee. Tuurlijk, maar ik krijg ze niet weg. Ik ben het onkruid. Waarom is het zo leuk om bij de Intratuin te werken? Geen dag is hetzelfde. Zeker in dit pand. Het is altijd krijg je weer iets voor je kiezen of vragen of mensen die je niet verwacht. Dus heel veel afwisseling, heel veel verscheidenheid. De winkel heeft ook veel vaste klanten. Voor sommige van hen is de sluiting van hun Intratuin een moeilijk moment. Nou, ik kom hier al ruim 30 jaar. Denk, we gaan dan wandelen en dan zeggen we kom. We gaan even lekker hier een bakje koffie doen. Nou kan het toch, maar het is de ontluistering echt hier van wat je hier ziet. Het is echt erg. Leeg. Op. Ik woon hier nu ruim 20 jaar en toevallig ook in deze straat al ruim 5 jaar. Dus ik kom hier wel geregeld inderdaad. En dan gaan ze naar Lisse verhuizen. Ja, dat is kwartiertje rijden, zegt de eigenaar. Ja. Ik vrees toch dat ik dan eerder bij een collega in de buurt zal terecht zou komen dan in Lisse. Of de klanten de nieuwe winkel vanaf 31 maart weten te vinden zal blijken. Wat ze naast de gezelligheid het meest gaan missen aan Voorschoten. Oeh, het broodje kroket, ja. Broodje kroket met boerenbrood. Die gaat u missen? Die gaan we missen. Of af en toe hier, broodjes, zo zei ze. Zo zei ze, broodje.